Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, als eerste, happy Halloween. Ik hoop dat ik een beetje een toepasselijke setting voor deze video heb uitgekozen, want ik vind het nog steeds doodeng om in deze bastion te staan. Ik heb de vorige keer best wel aardig wat loot weten te verzamelen, maar ja, ik ben doodsbenauwd dat ik elke seconde al die spullen kwijt kan zijn. Dat ik in één keer van achter aangevallen word in die ghast of zo. Of dat er toch nog ergens stiekem een of andere zombie Pikmin rondloopt, zoals daar bijvoorbeeld, die me per ongeluk eventjes tik 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 in de lava tikt. Ik denk dat we twee dingen moeten doen. Of die kant op moeten gaan, waar die mafketel staat. Of we kunnen ook proberen om een beetje die kant op te gaan, waar die gozer een beetje rondhangt. Waar we makkelijker kunnen zien waar we nog niet eerder geweest zijn. Want volgens mij heb ik wel eens een beetje hier bovenaan alles een beetje gehad. Kijk, er zit ook overal wel eens een beetje van die cobblestone zooi van me. Dus of, kijk, daar zijn er dus ook nog een aantal. Dus of ik ben daar gewoon simpelweg nog niet geweest. Hoppakee. Of die koekenwappers die zijn gewoon ergens anders via een ander gat naar binnen gewandeld. Dat kan natuurlijk ook. Hartstikke idee. Die speklappen trouwens, die zijn ongelooflijk sterk. Hoppakee. We gaan ook eens even kijken of we die gas uit de lucht kunnen schieten. Als een soort anti-luchtafweerschut. Dat is eigenlijk wel heel erg tegenstrijdig. Anti-luchtafweerschut. Dat is dus geschut tegenover het luchtafweer. Dat is ook niet echt heel handig. Je snapt wat ik bedoel. Ik hou niet van die vliegende rotbeesten in de buurt. Waar zijn die knaaiers? Kom dan. Oh, hi. Oh, nee. Jij bent vriendelijk. Jij bent lief. Jij doet niks. Waar zijn die mafketels? Waar is die freaking gast? Ik ga hier ook niet eens op die rand staan. Ben je helemaal betoet het, Vaco? Ben je helemaal van de apen besnuffeld? Dat ga je niet doen. Je gaat deze kant op. Dat is wat je doet. Dat is in ieder geval een stuk veiliger. Al ben je daar trouwens ook al een keertje geweest. Want hier zit overal van die cobblestone zooi. Dus hier ben je sowieso al een keertje eerder geweest. Hoppakee. Zien we hem hier, die gast? Ook niet, hè? Daar is wel een portal in de verte. Daar moeten we sowieso naartoe. Want ik wil die netherite scraps hier, wil ik wel omzetten in een ingot. Want ik moet ook gewoon eens een keertje tevreden zijn met wat ik heb. Dat is ook wel eens een keer leuk. Daar kan ik niet naar beneden springen. Dat is te link. Hier ben ik ook gekomen. Dus dan kunnen we kijken of we via hier een paadje naar beneden kunnen vinden. Kijk, hier bijvoorbeeld. Hop. Hop. En dan via hier. Kijk, er zit dus één zo'n gat. En er hoeft maar één zo'n minkukkel te zijn die denkt, weet je wat ik doe? Ik tik de Vaco in dat ene gaatje. En dan ben ik alles kwijt. Is dat acceptabel? Nee, dat is niet acceptabel. Oh, komt er nog meer. Hier ben ik dus nog niet geweest. Hartstikido. En meteen zijn ze weer chagrijnig, hoor. Meteen zijn ze weer boos. Jij een pijl tussen je ogen. Hé, die was sowieso raak, vriend. Zou je er even van denken? Oh. Dan komen ze met z'n allen weer deze kant. Nou ja, zeg. Ik heb helemaal niks gedaan, jongen. Ik schot alleen maar je vriend tussen zijn ogen. Au. Hé, hou even op. Hou even op. Hou even op. Niet doen. Ik ga mezelf eerst even de veiligheid brengen hier, want ik vind dit net even een beetje te link worden. Waar komen ze vandaan? Waar komen ze vandaan? Waar komen ze vandaan? Ik ga die kist niet plunderen, voordat ik weet dat het veilig kan. Want ik hoorde echt nog een stuk of 30. En ik weet dus, ah, hi. Doe dat. Ik weet dus niet of dat het gewone zombies zijn, van die piglins, of dat het van die bloedfiguren zijn. Welke het ook zijn, ze zijn vervelend. Ik denk dat het ondertussen wel veilig kan. Ik hoor er nog een aantal, maar we gaan gewoon kijken. Oh, dat valt een beetje tegen. Golden carrots en een paar pijlen. Ja, al tekent. En een paar strings. Waarom ook niet? Misschien staan ze me wel heel leuk. Je weet het dan maar niet, hè? En ik kan ze natuurlijk gebruiken om kaarsen mee te maken voor de tempel. Want die tempel is ook nog lang en breed niet af. Er moet ook nog een heleboel aan gebeuren. Oké, deze nemen we ook even mee. Je hebt er geen moer aan. Maar ze zijn wel leuk. Als ze niet in de lava kukkelen, tenminste. En dan, hè? En dan. Ben ik tevreden met wat ik heb? Of ga ik het risico nemen om nog meer troep te vinden? Want ik kan hier misschien ook nog wel verder naar beneden. Kan ik hier nog verder? Ja, kijk. Er kan nog één dingetje lager. Maar hier ben ik toch al geweest? Oh. Hi! Wat denk je er zelf van? Jij woont niet in die bastion. Die zombiebeesten wonen in die fucking bastion. Hier. Neem die even tussen je ogen. Zou je er zelf van denken, hé? Een ghastier. Eindelijk. Die heb ik nodig. Ik weet niet waarvoor, maar ik weet dat ik hem nodig heb. Hi. Oh. Eén gat zit daar. Als ik daar in kukkel. Auw. 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 Oh, is hij zelf dood? Ah, dat is sneu. Dat is sneu. Dat is echt heel sneu. Oké. Help. Paniek. 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 Waar zijn mijn bouwblokken eruit? Heb ik helemaal geen bouwblokken meer?
Het wordt echt tijd om er tussenuit te knijpen, want ik heb een ghast die ik nog niet had. Heel veel netherite scrap. Een paar gouden wortels. Waar de wortelboer heel zorgrijnig over zou zijn. Ik denk dat ik er tussenuit knijp, jongens. Hé, hey, zou je ervan denken? Ik vind dit even een beetje te link worden ondertussen. Ik heb te veel troep, maar ik zou hier ook nog naar beneden kunnen kijken. Oh, hoe Halloween wil je het hebben? Scary en creepy en eng. Ik heb alleen geen enkel blok om naar beneden te komen, dus waarom zou ik het riskeren? Waarom zou ik het riskeren? Gaan we heel voorzichtig kijken of dat we iets zien van zombie-figuren. Als we ze niet zien, springen we naar beneden. 3, 2, 1, go. Hop. Zien we hier nog wat interessants? We hadden gaten in de vloer waar ik niet in wil kukkelen. Hier. Doen we daar nog iets? Ook niet echt, hè? Nee. Hier eventjes. Veiligheid first. Ja, ik heb gewoon geen blokken meer. Het is echt heel erg. Ik heb gewoon geen bouwblokken meer. Ja, een beetje basalt. Dan kan ik natuurlijk hier wel overal blokken weglopen hakken. Maar uiteindelijk schieten we daar geen ene moer mee op. Want het enige wat ik dan creëer zijn nieuwe paadjes om varkens naar binnen te laten wandelen. Zien we vanaf hier nog iets van een kist? Nee, hè? Daar is allemaal van dat netherite spul. Dus dat heb ik allemaal niet... Ik weet je wat ik doe? Haha, bekijk het even lekker. Ik knijp het tussenuit. Ik vind het mooi geweest. We hebben al onze spulletjes wel eens een beetje. Wij zeggen, Portal, waar ben je? Portal, teleport to waypoint. 3, 2, 1, dikke doei. Hé, hey, we gaan eerst even onze loot veiligstellen. Wat zou je daarvan denken? Jemig. Halve hartkloppingen. Achter mijn oogkas. Zoveel hartkloppingen heb ik. Ik vind het veel te eng. Ik vind het niet gevaarlijk meer. Het is hier hartstikke leuk. Het is hier fijn. Het is hier vredig. Hier is het geen Halloween. Oké, laten we eens even kijken wat voor spullen we allemaal hebben. Laten we het eens een beetje organiseren. Laten we dat eerst eens doen. Ik vind trouwens die golden wortels. Die stoppen we ergens hierbij. Kijk, hier hebben we golden wortels. Zouden we gewoon... Wacht, die golden apples moeten ook in de kist voor onze nether battle ever. Die nether better. Ga lekker met je Nederlands, Vaco. Niet in de nether, in de end. Daar moet je ooit naartoe. Dan heb ik ook golden apples nodig natuurlijk. Golden carrots schijnen ook leuk te zijn. Ender pearls heb ik sowieso nodig om heen en weer te teleporteren. Die ghastier. Geen idee wat je daar weer precies mee moet. En die netherite. Daar gaan we eens even mee proberen of dat ik daar iets van een nether ingot mee kan maken. Want volgens mij... Kijk, ik heb er eentje. Huptup. Hier heb ik trouwens ancient debris. Daar schijn ik ook nog wel wat mee te kunnen. Moet je die smelten of zo? Geen idee. Zullen we eens kijken. Wat er gebeurt als ik die smelt. Misschien krijgen we dan nog wel meer van die troep. Even kijken hoor, kool. Oké, ze was al één kooltje kosten. Oh, zit er al 54 in. Nu 55. Ancient debris, doe smelten. Oh, please levert dit iets op. Hopelijk ben ik nou niet bij ancient debris aan het verdaggelen. Oh, dan moet ik wel heel hard huilen. Please. Oké, wow. 1 netherite scrap. Woep, woep. Oké, nou, het is er 1. Het is meer dan niks. En dan moest je volgens mij zo doen... En dan 4 gouden ingots erbij. Kijk. Netherite ingots. New recipes unlocked. Woepede woep woep. Wat kunnen we dan maken? Wat is tof, wat is leuk? Volgens mij kunnen we dan deze diamond chestplate combineren met die netherite ingot. En dan hebben we een netherite armor. Dat zou echt vet goed zijn. Want hij is nu when on body plus 8 armor plus 2 armor toughness. Maar als ik deze erin stop... Dan doet dat helemaal geen ene reet. Oké, dat is dus niet hoe het hebben moet. Moet het dan hierin? Zo en zo? Nee, dat moet ook niet. Kan dat alleen met een nieuwe? Dat zou echt wel bijzonder skeer zijn. Wacht. Diamond van 4, hoppakee. Even een experimentje hoor. Het kost me 8 diamonds, maar wat maakt het uit. Experimenteren is duur. Diamond chestplate. Kunnen we die dan wel... zo doen. Nee, dat kan ook niet. Hoe moet dat dan? Je kan niet die netherite ingot zomaar ergens opdoen. Chisel deep slate. Maar waarom zeggen ze dan dat ik nieuwe recipes unlocked heb? Terwijl ik ze niet heb. Zitten ze hier tussen? Nee, ook niet. Hier dan? Polish blackstone pressure plate. Nee, wacht. Verkeerde knopje. Deze. En dan hier. Nether. Nee, dit is deze. Netherite bricks. Waarom krijg ik dan
te horen dat ik die heb, terwijl ik hem niet heb. Ik snap daar dus echt helemaal 3 keer de tafels van. Kan iemand me uitleggen hoe dat moet? Wacht, wat ik wel trouwens even kan doen, maar ik al een tijdje tegenaan zitten hikken. Als ik nou deze eens pak, hè, Blast Protection, en ik combineren met deze Protection, kan dat wel? Huppakee. Kijk! Protection 4, Thorns 2, Unbreaking 3. Ben ik wel mijn Blast Protection kwijt. Unbreaking en Protection. En Thorns, dan weet je wat ik doe? Enchantment kost 24. Ah, is te duur. Ah, dat is jammer. Nou, dan halen we ze maar weer terug. Dan stop ik ze wel weer gewoon lekker in mijn kistje. Dan mogen jullie me uitleggen hoe dat moet, jongens. Want ik dacht echt, je moet een Nether Ingot erbij doen. Misschien moet je het gewoon in je crafting area doen. Misschien moet het gewoon hier. Wacht. Nee, ook niet. Ik snap er echt de ballen niet van. Ik stop het gewoon hierin. Ik stop deze hierin. En ik hoop dat jullie me dan in de reacties kunnen vertellen, jongens, wat ik fout doe. Want ik heb Netherite. Maar wat het dan precies is en wat het dan precies doet. Ik kreeg nieuwe recipes. Maar die heb ik ook eigenlijk weer niet. Dat is toch gek? Ik vind dat gek. Weet je wat ik ook gek vind? Nou, dat vind ik eigenlijk niet gek. Dat je nog geen like gedaan hebt. Dat vind ik wel een beetje gek. Smash even die like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Laat me ook even weten hoe het precies zit met die Netherite. Dan kan ik dat proberen te fixen. En hopelijk hebben we dan morgen een Netherite armor ding met protection erop. En ben ik echt de ultieme baas op het moment dat ik ooit tegen de Ender Dragon ga vechten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En jongens, tot morgen. Mazzel!